Maar wat vind jij er dan van, Jens? Je hebt overal toch een mening over. En nu hoor ik eigenlijk niet. Ik moet zeggen dat ik ook niet echt in de moed ben om elkaar. Wat? Ik ben ook niet echt in de moed, boeit me eigenlijk op dit moment niet zo erg veel. Hoezo ben je niet in de moed? Nou, omdat ik niet echt in de moed ben. Nee. Wat? Omdat ik gewoon niet echt in de moed ben. Maar waar komt dat door dan? Door andere dingen die mezelf aangaan. En daar heb ik niet zo heel veel zin om ook nog na te gaan denken en een mening te gaan vormen over iemand terwijl ik eigenlijk zelf zoiets heb. Ik voel mezelf ook niet zo heel erg goed. Dat je ziek voelt. Gerst stond hier voor mijn gevoel net ook veel te lang. Dat heb ik ook niet snel weg. Moet ik gewoon met rust gelaten worden. Nou, dat heb ik überhaupt niet zo erg veel. Oh, had je liever gehad dat ik wel in de tent lag? Nee, het is oké. Ik heb geen last van je. Oké. Nou, slaap lekker dan maar. Lekker gezellig zo. Alweer. Wat zijn al dit soort opmerkingen van jou? Lekker gezellig. Alweer. Nou, het is toch niet gezellig? Oké. Dat is totaal niet. Ik voel me nu niet eens welkom hier in de kast. Laat even over nagaan denken. Ja. Maar dat betekent toch niet dat je voor de rest geen gesprek kan voeren? Dat je toch niet 24 uur per dag over hetzelfde nadenken? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat als je zelf een beetje normaal had nagedacht, dan had je ook wel begrepen dat als iemand ergens over na wil denken, dat het niet betekent dat je nooit meer on speaking terms kan zijn en dat je niks meer tegen elkaar kan zeggen. Nee, maar dat zeg ik toch ook niet. Kijk, dan waren er dus genoeg mogelijkheden. Ja, voor jou toch ook? Toch voor jezelf? Ja, maar ik ga nu hier op dit moment niet liggen om uiteindelijk eens neer te geven. Nou, dat is niet gezellig, weet je niet. Ja, maar dat ligt toch ook niet in. Als het gezellig had moeten zijn, dan had je ook gewoon vandaag een beetje contact kunnen zoeken. En ik ben oké met een beetje rust. Dus in dit geval ligt het gevoel bij jou. Dan had je het dus ook vroegtijdig kunnen tackelen. Je gaat dan altijd gelijk zo zakelijk doen. Zo fucking afstandelijk. Doe je dat altijd? Als je jezelf voelt. Altijd. Nee, dat vraag ik. Maar als je voornemend bent om zo'n houding tegen mij aan te nemen, waarom zeg je dan niet dat ik ergens anders moet gaan liggen? Dat hoeft zo helemaal niet. Hey, je snapt dat ik hier nou niet echt heel vrolijk van word. Ja, maar dan hoef je voor mij niet ergens anders te gaan liggen. Dan kan je zelf overal keuze maken om ergens anders te gaan liggen. Ja, oké, okay, yes. Jezus Christus, zeg. Nee, ik ga je niet zeggen dat je ergens anders moet liggen als ik dat niet wil. Nee, maar zo'n grafhouding aannemen, dat voel je dan wel. Ja. Dan had ik liever gehad dat je zei dat ik ergens anders moest gaan liggen. Of in ieder geval dat we niet samen gingen liggen.
piemelpak of vrouwen in een piemelpak of... Ja, dat in de viskraam. Twijfelde. Nou ja, ze heeft natuurlijk heel lang, het was oudere dag, als de laatste keer dat ze zoiets als dit heb uitgehaald. Ja. Maar ik ga morgen ook echt met haar praten en er zal er niks uitkomen. Maar die blijft echt zitten totdat ze vertelt wat er aan de hand is. Ja. Het is nou... Ik kan hier niet mee omgaan hoor, nee. Met dit soort dingen. Want eerst wordt ze al boos om die artiesten. Ja, gisteren. Ja. Nou, dat was gisteren. En dan wil ze daar allemaal niet meer over praten. Nee. En dan denk ik, ja, lekker makkelijk je kop in. Zo was ik vroeger ook, hè? Mm. Ja, maar gewoon niet over praten is het er niet. Ze wil er niks van maken, snap je? Ja, maar ja, moet je kijken hoe je eigen gedrag. Dat kan niet door de beugel. Nee. Vandaag flip je niet. Hem tegen 8 mensen. Nou. Ja, oké, is overdreven. Maar ze, wel ja, 4. In de silo net. Of wat, hè? Ja, hier. Ja, in de silo. Ja, Shelly, Andrea... Oh. Nu na je eigenlijk Hiske, Gerrit, Jessie en ik. Want ja. Ik heb me er ook echt op verheugd. Ja, en dat had ik ook gehad als ik hier zou zijn. Ja, ik vind het gewoon gezellig. Even ja, lekker ja. Met andere mensen. Ja. En dan in één keer... Ja. Ja. Zeg dingen gewoon. Ik zeg al tegen Fredo, het is een vrouw zonder woorden. Weet ja, maar je kan er toch niks mee? Nee, zeker niet. Het is echt, het zijn elke van die rare dingen en dan... Maar was dat vorig jaar niet ook al, toen jullie zouden al eerder gaan slapen, toch? Of jij? Toen ging dat ook niet een keer met een BNB. Kan wel. Toen ging dat ook alweer niet door? Nee, volgens mij zou die dan ook niet, nee, volgens mij niet hoor. Maar als dat zo was, dan is dat met een BNB, maar... Ja, in ieder geval, weet je, ze zag er waarschijnlijk sowieso tegenop. Nee, maar waarom? Ja. Wat is het? Zeg dat dan gewoon. Want nu hoor ik weer van Gerrit dat het komt door Jessie's slaapapparaat. Dat ze een keer een vriendje heeft gehad die dat heeft ook had. En dat hij zo'n lawaai maakt, wat trouwens niet waar is. Waardoor ze niet kon slapen. Tegen Hiss zegt ze, nee, het is te druk in de tent. Het zei zo tegen mij, te druk. En tegen mij zegt ze helemaal niks, maar het gaat om mij. Dit lijkt net het verhaal over dat toen ze hier woonde. Ja. Met Jens en Milena, dat ze ook tegen iedereen allemaal andere dingen zei. Apart, hè? Weet je wat ik ook zo raar vind aan haar? Ik mag haar echt. Ja. Ik ben haar echt gaan waarderen. Eerst haatte ik haar, maar echt. Ik ben er echt wel gaan waarderen en kan hartstikke met haar lachen. Maar je moet maar eens opletten. Wat Jessie of Gerrit ook oppert, zij gaat daar altijd meteen in mee. Oh, is het wat dan, het ja? ook zegt. Je moet echt maar eens opletten. En dan lult ze echt mee. Dus dat komt niet vanuit de eigen, dat is echt puur van wat hun zeggen. Ja. En wat bij haar ze vanuit de huis de vloer zien komen. Nee. Ja, met die box ook, moest ik ook uiteindelijk zelf gaan opzoeken. Terwijl ze zei, oh dat regel ik wel van. Maar alles. Ze kent iemand van de catering. Ze kent iemand van de snackwagen. Ik bel die gozer. Die gozer zegt, ik heb geen snackwagen, doei. En die hang op. Dat is het eerste wat hij tegen me zegt. Ja, apart hè. Ja.
hele aparte vrouw. Echt. Ja, en dan komt ze wel helemaal in tranen. Komt ze van de week naar me toe. En dat vond ik super aandoenlijk. Ja, en ik wil zo graag een fotoshoot voor mezelf. Oh ja, zo dat zei ze vanmiddag tegen me, ja. Ik ben zo begon keihard te huilen en ik wil trots op mezelf zijn. En eindelijk keer met mijn nieuwe gebit mooie foto's. Ik zeg, nou, ik zie aan je dat je... Dat ja, jullie hebben de fotograaf geregeld of Hiske? Ja, nou ja, daar zijn we mee bezig. Ik zeg, joh, en ik daar wil ik je hartstikke graag bij helpen. Weet je, als dat je droom is, ja, tuurlijk, dan gaan we dat voor je regelen. Mm. En dat ik denk van, maar wat zit daar dan achter? Ja. En als ik het dan vraag, dan... Heel veel dingen waarvan ik denk van, hè? Wat is dat met jou? Maar Merel, heb je haar wel eens zien lopen? Ja, maar hoe kan dat? Het is net een oude vrouw. Ja, het is net een oude vrouw. Ja, maar dat wil ik dus ook aan haar vragen. Dan krijg je geen antwoord door. Dan krijg je alleen maar als antwoord, ik heb een likdoor onder mijn voet. Nou, daar trap ik natuurlijk niet in. Ik denk dat die vrouw heel veel geheimen met zich mee draagt. Ja, die draagt heel veel geheimen met zich mee. Ja. Ik kan het ook niet plaatsen. Ik ben helemaal in het begin, weet je wel, dat we zo moeite met te harden. Dat is groot. Ja, kan jij niet even met me eens praten? Ik zeg, luister, ik kom er ook niet tussen. Kijk, met die ouderdag kan ik enigszins toch wel de link leggen met dat met haar en haar opa. En dat het zwaar voor haar is, dat het herinneringen opbrengt of zo. Ja. Zou dat het ook echt geweest zijn? Want, ja, er zit denk ik wel iets achter, hoor. Ik probeer dat dan ook altijd op mezelf te betrekken, weet je. Ik ben ook wel eens echt fucking boos dat ik denk van, nou, je kan me nu beter laten, dan sloop ik het hele terrein. Mm-hmm. Maar stel nou dat er daarna mensen komen waar ik iets voor organiseer, dan moet ik toch mijn trots even aan de kant zetten en die mensen ontvangen. Ja. Ja. Want die weten dat ook, maar ze hebben gewoon schijt. Ja. Die gaat gewoon liggen en je kan binnenkomen, het interesseert er geen flikker. Ja, wij hebben vanavond patat gebakken en hamburgers, weet je. Oh ja, sorry dat ik niet heb gehoord. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik denk, wij moeten toch even wat gaan doen. Ja, maar... En dan heb je ook gewoon complete scheid. En wie het oplost, ja? Dat is jullie probleem dan. Ik snap dat. Ik begrijp er niks van, joh. Echt niet. Alsof zij een poem. Ja. Totaal andere dingen. Er zijn bepaalde dingen die er dan gebeuren. Ja. Wat haar aangaat. En dan is het klaar. Ja, klopt. Ja, dat is echt gek. Hele instelling is gelijk. Gaat ze ook helemaal tekeer tegen. Het maakt ook geen reet uit wie. Nee. Nou is het weer Andrea Shelley ineens, uit niets. Ja. Weet je van de middag vanavond bedoel je? Ja? Ja. Weet je, gisteren gaat ze ook helemaal los. Wil ze ook allemaal niet zeggen waardoor? Wat er is? Ja, maar misschien was het toen al dat ze er tegenop zag dat jullie kwamen slapen. Ja, want ze hebben het er al 2 dagen over. Maar wat zei ze ook weer tegen jou? Tegen mij zegt ze elke keer, ja. Maar de kast is toch ook leeg? Ik zeg, ja, maar dat vind ik toch gezellig om lekker bij jullie te liggen. Want ik ga ook heel vaak voordat ik slaap even de tent in, weet je wel. En dan ben ik nog even aan het kletsen en dan ga ik naar bed. En dan voel ik me best wel welkom. Ja. En... Nou, hoe lang staat dit al vast, deze BNB? Al 2 weken? Ja, heel lang, ja, een tijdje. Volgens mij hebben we toen ook al gelijk besproken van, nou, die gaan daar. Ja, ja. En de kast was leeg, dus daar zouden we ook kunnen slapen. Ik zeg, ja, ik weet nog niet of André en Shelley er gaan. Ik zeg, trouwens, vind ik helemaal niet gezellig in de kast. Oké. Nou, en dan is het weer, maar daar passen geen 2 matrassen, hoor. Ik zeg, ja, maar we hebben er hartstikke veel geslapen. Ik zeg, dat hebben we allemaal een keer meegemaakt, hoor. Oh. En zo bleef ze maar doorgaan. Dus ik voelde al van, oké, die heb ik liever niet. Maar ik denk, ja, ik ga het niet uit je mond.
net tegen. Ze waren echt zo'n wandeling aan het maken. Dat was echt super grappig. Ja? Dat was echt een camping. Ja. Ja. Ik ging naar de wc en hun liepen zo arm in arm, liepen ze hier zo. Chill. Die twee waren wel een verliefd stelletje, die twee nog. Na 35 in het huisje. Ja. Leuke mensen. Ja, schattig. Schattig, ja. Heel bijzonder allemaal. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het echt niet. Ze ging naar bed, toen ging ze, wilde ze koken, maar toen was ze rommel. Heb je een prullenbakje? Nee. Gooi het maar lekker bij de deur, gooi het morgen gewoon weg. Of bij je bed, gooi het morgen weg. Ja. Ja, toen ging ze toch naar bed. Moest de klok, ging we even op de klok kijken. Oh, het is nu pas 10:55. Anders is het 10:55. Wel, maar dus nu pas? Ja, ja maar nou wij hebben verder gezet. Vannacht. Mama moest terug. We hadden een uur. Maar hoe laat is het nu dan? Is het toch 11 uur of zo? Het is eigenlijk officieel is het nu 10:30. Ja, er staat nu 10:55. Dus het is... Er staat wel uur terug. 10:30. 10:30. Ja, dat dus. Dat had ik ook. Is het 10:30? Ja. Het is, nee toch? Nee, het is eigenlijk... Het is 10:30. Maar we hebben maar, het is nu 10:30. Ja, ja. Okay. Maar ik heb hem alvast op 10:30 staan. Oh ja, oh, ja oké. Okay. Maar ik dacht al, hè? Het was dus eigenlijk 10:30 net. Het was dit is echt fucking. Ja, het had ik op een uur. Ik had hem een uur vooruit gezet in plaats van een uur terug. Oh, dus bij mij was het 10:30, terwijl ik hem toen naar 9:30 moest zetten. Nee, dit is het. Ja. Dus het is nu gewoon normale tijd 10:30. Nee. 11:30. Het is nu 10:30 echt. Ja, gewoon. Echt. Ja. En morgen is het nu 10:30. Oké, zo. Jee. Want in het voorjaar gaat de klok een uur vooruit. En in het najaar... Achteruit. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ben benieuwd hoe laat iedereen morgen wakker wordt als de klok dan terug gaat. Ja, en de geiten en zo. Nou, ik ga sowieso op de tijd om moeten... Die geiten zijn gewoon... normale tijd. Ja. Nou, ik vind eigenlijk dat ze best wel laat wakker worden, eigenlijk, omdat het nu nog laat donker is. Ja, super chill. Ja, maar morgen is het natuurlijk... Lichter. Ja, als die klok weer teruggaat, is het vanaf morgen is het 's ochtends weer licht. Ja, oké, okay, maar het gaat geleidelijk, het gaat niet gelijk. Ja, we hebben gewoon even een jetlag. Oh, dan worden we straks, worden we dan eerder moe juist, 's middags of niet? Ja. Nog eerder moe. Ja. Ja, dus dan willen we echt om 5:30 onder bed. Ja, maar echt. Ja. Nou. Ja, oké. Okay, nou, oh, ik ga... Kom zo. Ja, ik blijf zitten liggen hoor. Maar zo liggen? Zo. Wil je niet omhoog? Oh god. Nee, maar dat, dadelijk gaat het weer. Ja, dat is ook wel gezien. Ja. Dadelijk in mijn slaap. Het is ook gezien. Ja. Ja. Nee, weet je hoe dat komt, Shell? Kijk. No. Oh god. Ik zou gewoon lekker gestrekt gaan. Kijk, schat. Ja. Dat hij lag. Dat zag ik dus. Au. Kijk, daarom. Ah, van die pootjes. Oké, okay, fuck it. Ik blijf gewoon zo liggen. Oh, ineens zijn het niet zo boos. Ja, ik dacht hoor. Het leven weer op jullie aangesluiten. Oké, nou mijn nou, slaap lekker. Ga je alweer? Tot morgen. Ja, tot morgen hè. Het is laat en de klok gaat de uur terug. Hoi hoi. Ja, hoi hoi. Doe mij een beetje. Ja. Oh god. Oh. Ligt het een beetje daar? Waar is Shelby? Heeft iemand een klein spiegeltje of zo? Ja, natuurlijk. Is Ivory nog wakker? Ivory! Love me! Nee. Oh, sorry, schat. Slaap je joh. Ze zijn een slaap. Was er niemand meer in de silo? Ja. Al wel. kijk, Dylan, Milene, Brandon, Andrea. Jullie zijn. Nee, Brandon en Dylan die drinken ook niet, hè? Nee. Wat vond Dylan wel jammer dat Halloween is. Ja, kijk, ik vind eigenlijk, weet je wel, kan je gewoon drinken. Je kan gewoon echt wel één keer drinken op, weet je wel. Dat maakt helemaal niet uit. Ja, ik zei ook al, joh, die ene keer, maar hij zei, nee, maar dat breekt de spieren af of zo. Ja, maar niet in één keer, maar ja, weet je, als je het vaker doet, maar als je één keer doet, is heus niet erg, hoor.
Maar het is natuurlijk beter van niet natuurlijk. Maar als je een avondje dat doet en de, volg, en de volgende dag ga je gewoon weer vol gas. Ik moet opeens lachen om dat bed. Bye! Ja. Oh. Oh god, zit hij weer naar beneden. Heb je zin in? Ja. Oh, denk jij wat er allemaal staat te gebeuren, Shell? Wanneer? Morgen? Week. Ja. Overgaat iemand weer naar huis? Oh. Of ze laten ons lekker nog even een weekje wachten? Ja, en dan even een leuk spelletje of zo. Net als de gong. Misschien inderdaad een... Of de poort gaat open en die mag nu gaan. Of misschien komt er wel een brief binnen van... degene die de brief openmaakt. Gaat die naar mag huis. Iemand naar huis sturen. Oh, dat ook huis, nog. Of... Oh, god. Oh. Nou, ik hoop het. Ik hoop dat ik de brief krijg. Wie zou je naar huis sturen dan? Dat gaat ze natuurlijk niet zeggen. Nee. Maar niet één van jullie. Yeah. Ja, ik zou... ja, weet je, om haar toch aan de, verleiden te lossen. Aan de verleiden te lossen. Zal ik me eerlijk naar huis laten gaan. Ja. Ja. Weet je, dan moet je eigenlijk eerst de mensen gewoon naar huis sturen. Die... Ja, maar... Ja, kijk. Ik vind dat moeilijk, want aan de andere kant... Ze kunnen gewoon gaan, hè? Ja, maar ja... Ja, snap ik. Snap je? Maar ja, ja, ik weet natuurlijk niet hoe haar... Nee. Thuissituatie en zo. Maar, ja. Ik vind het dubbel. Ook al zou ik heel graag willen, zou ik niet uit mezelf kunnen gaan. Dat zal ik nooit kunnen. Ja. Shell, die kostuums, krijgen we dat ook voor Halloween? Ja. Oh, gaaf. €200 BV. Oké, okay. Ik ben benieuwd. Dat is al aanstaande donderdag. Lekker feestje. Ja. Ik ga zuipen, jongens. Echt waar. Ja. Ja, geen zuipen, ja. Ik mag ook eindelijk weer, jij. En ik heb ook lenzen besteld. Je hebt die groene voor mij, toch? Die kitte aai. Ja. En waar die rode katten? Ja. Yes. Oh, dan word ik echt zo'n enge Chinees. Welke kleur neem jij dan? Ik? Ja. Wit. Wat ga jij goed worden? Word je eigenlijk? Ik wil of als Storm. Spookje? Storm? Okay, Storm van X-Men. Wie is dat ook weer? Ze is... Kennen jullie de film X-Men? Nee. Nee. Oh. Jawel, man. Die man met die klauwen. Ja. X-Men. En dan heeft hij een soort van baard. X-Men, ja, ik weet wie je bedoelt, ja. En er speelt dan een vrouw in met wit grijs haar, lang. Ja. Ze heeft witte, als ze, ik veel, een trucje doet. Storm, dus elektriciteit. Ja. Maar is het eng? Ziet ze er eng uit? Ja, met haar ogen en met haar haar is ze wel. Oké. Okay. Witte ogen met grijs haar, alleen, ja, die pruik wordt hem niet, man. Oh. Is te duur zeker? Nou ja, €7, maar met lenzen, met kostuum. Ja. Dan zou ik de enige zijn met een pruik. En dan ben ik de enige ook die meer gaat kosten dan anderen. Oh, zo. En dat hoeft voor mij niet. Dus maar je wordt Storm, dus of heb je wat anders? Nee, ja. Of ik word... Ik heb dan gezet verpleegster. Verpleegster. Oh, ja. Ja. Ja, weet je. Ik heb voorkeuren heb ik opgeschreven. Maar het is nog maar net of ze die nog heeft. Ja, ja, inderdaad. En anders is het gewoon uitzoeken. Ja. Als ik binnenkom. Dat je daar voor Jessie en Gerrit aan? Voor Jessie heb ik politieagent. Ja. En Gerrit is gevangene. Oké. Okay. Oh god, ja. Dat was wel precies, ja. Ja. Kom jij maar even mee? God. Ja, inderdaad. Hebben ze dat zelf uitgekozen? Nee, ik. Want ze zouden erop terugkomen en ze zouden kijken. Dat hebben ze niet gedaan. Hebben ze niet gedaan. Nou ja, dan kies ik voor jullie. Oh, gaan we weer. Oh, oh heerlijk. Die had het alles met één doekie. Ja? Oh, ik ook hoor. Ja? Ja, ik leg hem gewoon weer neer. Oh.
Kijk, zelfs ik lichtje uit doe. Kijk, heb jij een lampje? Nee, oh, yeah. En hoe gaat die uit? Zo. Okay. Doe even UFO dan. Nee, niet met mij. Jawel. Dat is echt fel. Het is de UFO. Doet ze iedere avond, hè? Dan slaap je bijna en dan gaat ze dat doen. Ja, maar het is echt een, het is echt een vreselijk ding. Oh. Doe hem uit. Ja. Met, ja, lekker voor je koffie. Shit, het uit, denk ik. Of je hebt gewoon geen zin in een lamp, zo. Kijk zo, heb ik thee. Dat ziet hij me niet. Ja. Ging iedereen nog niet naar bed? Nee. Oh. Gaat toch altijd laat naar bed? Ja. Ga je nu nooit? Super graag. En we hebben nog 2 maanden Utopia. Ja, maar we hebben ook überhaupt geen tijd. We moeten vandaag weten of we het rondkrijgen of niet. Ja, ik heb tegen Ger gezegd, doe voordat je gaat handballen of trainen. Bespreek het dan met de groep. Ja, we gaan over 20 minuten trainen. Ja, ik zou het er dan in gooien. Dan heb je ook nog de tijd om eventuele discussies aan te gaan. Maar ik zou dat wel in de groep doen. Ik haat het gewoon om iets te vragen. Dat is ook kut. Maar ik heb nooit wat gevraagd sinds ik hier ben. Ja, 1 keer met die kisten. Tering in mijn knie. Kan ik van jouw shirtje draaien? Ja, het ligt er. Hoe kan ik zoveel last van mijn knie hebben? Heb ik een paar dagen geleden mijn knie gestoten? Dat weet je toch? Nee, misschien heb je wel slijmbeurs opsteken. Vreselijk. Ga je alweer weg? Ja. Okay. Wat dan? Wil je nog wat zeggen? Nee. Trouwens, heb je beide dekens nodig? Anders neem ik wat mee naar de boot. Dan kan je als je daar wil gaan liggen ook gewoon wel liggen. Ik denk dat het wat beter is. De mensen die in de boot hebben geslapen, hebben wel heerlijk geslapen. Ja. Als je wil, kan je daar liggen. Ja.